Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Goedemorgen, het is eerste kerstdag en ik ben net wakker. En ik ga nu Dante uit bed halen en Matthias moet wakker worden omdat we het kerstontbijt hebben. En ik zeg al kerstontbijt, het is 11:30. Ik was aan het wachten totdat mijn moeder wakker is geworden, want die heeft nachtdienst. Ik dacht dat die mee zou brunchen, maar het blijkt dus dat hij door gaat slapen. Dus dan zijn het alleen Matthias, Dante, mijn vader en ik. Dus dat is ook gewoon... In ieder geval, ik heb mijn gewoon pyjama aan met echt super relaxte sloffen. Hoe laat ik dit zien? Geen idee. Nu ga ik lang te wakker maken, want de eitjes zijn aan het koken. Dan moet ik weer beneden zijn. Goed, we zijn alweer even wat verder. En Dante zit al aan de yoghurt en hij is aan het dansen, hè? Ja, en in de tussentijd, ik ben het vergeten te filmen, zijn Matthias en ik bezig geweest met de voorbereiding voor ons voorgerecht morgen. Dit is een rode wijn, jus met paddenstoelen en sinaasappel, port, blablabla, pompoenpuree. En we doen er zweeselijk bij en die zit al in de koelkast, dus we hebben allemaal voorbereidingen getroffen voor morgen. En we gaan nu zo gourmetten, dus we hebben besloten om Dante eerst wat yoghurt te geven. Dan mag je met ons mee gaan gourmetten. Toch Dante? Ja! Dat is ook kerst voor jou, hè? Ja. En deze zit nog steeds in zijn rendiertrui. Zo. En ik nog steeds in mijn rendierbroek. Oké, ga ik weer verder. Met opruimen, want dat moet ook gebeuren. Zo, alvast wat dingetjes voor de gourmet. Dit zijn kaashapjes volgens mij. Carpaccio erbij. Champignonnetjes. Groene asperges met uitjes. Vlees, heel veel vlees. En daar staan nog garnalen. En we krijgen nog een garnalencocktail vooraf, want dat doen we ook wel standaard. En volgens mij was dat het wel. En lieve mensen, mijn moeder maakt de garnalencocktail altijd helemaal zelf. Geen pakjes of zakjes, nee. Echte whisky, echte slagroom, echte mayonaise. Echt werk van mijn moeder. Het zit vol. Het is allemaal opper de pop. Mm. Nou nee, het is niet opper de pop en dat gaan we niet wokken. We gaan het niet wokken. Mijn moeder die wokt altijd alles bij elkaar, de rest is van gourmet. En dat is saai. Ik zeg dat ze een partypoeper is als ze dat doet. Zo van, oh restjes. Dan denk je, oh ja, nog gourmetten. Lekker! Nog een beetje naweeën van kerst. Maar nee hoor, mijn moeder propt alles in de wok. Zeg, moet ik dat bij een beeld? Nee, ik film je nu pas. Maar ik filmde de... Onderuit, dan kun je gewoon je verhaal vertellen. Nee, doe ik niet. Maar vandaan, je bent weinig in beeld nou. Ik ben heel weinig in beeld. Wij zijn
dansen. Kijk, nu film ik mezelf en dan zijn ze aan het dansen. Wel, ze zijn aan het dansen. Wat, ik krijg geen melk. Ik weet niet hoe ik doe. Nou, we gaan kijken. Goed, speciaal voor mijn vader ben ik in beeld. Maar saai. Kijk, kom je ook bij mij in beeld? Ik hou niet. Ja! Samen in beeld. Au! Mijn moeder maakt elk jaar wel haar pannacotta met frambozenkoelie. Meerdere keer per jaar. Meerdere keer per jaar. Ik wou zeggen, dit is een bekend recept van mijn moeder. Als iemand het recept wil van deze frambozen pannacotta toetje, geloof mij, het is niet moeilijk. Want mijn moeder maakt nooit moeilijke dingen met de gourmetavond. Maar als iemand het recept wil, vraag mijn moeder maar. Nee hoor, grapje. Zo, nu gaan we uitbuiken voor een kerstfilm. Dit is volgens mij Santa Claus. Wie kijkt hier nog meer van die typische emo, slechte Santa Claus films? Home Alone kijk ik altijd. Of, nou ja, kijk al, dat heb ik gewoon op. Elf heb ik dit jaar ook gezien. Oh, Mathilde is ook weer zo'n film die altijd komt. Lord of the Rings komt altijd op tv rond deze tijd. Oh, wat nog meer. Oh, vandaag Mary Poppins. Heb ik een deel gezien. En The Wizard of Oz. Maar dat vind ik nog wel leuke films op zich. Weet je, een beetje die old school. Dat weet ik niet. Dat geeft een beetje nostalgie ook al. Is het ver voor mijn tijd. Maar goed. Nanta heeft de trompet ontdekt hoor. Rocco. En Rocco denkt dat er iemand aankomt. Ook dat ik chocolaatje ga nemen van de kerstplaat. Zo, ik zie een stuk slanker uit als ik gewoon sta in plaats van eruit geschat op de tv. Voor de tv. Oh ja, op de tv. Hey pap, je hebt alle witte chocolaatjes opgegeten. Ah, er is geen witte chocola meer. Nou. Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie allemaal kerst vieren. Heel volgens mij al heel gezegd. Of jullie ook bepaalde tradities hebben. Meestal bij eerste kerstdag hadden wij echt een luxe diner doen. En dan tweede kerstdag gourmetten. Maar nu doen we het andersom. Ik ben heel benieuwd of het allemaal een beetje dezelfde tradities of niet. Voor mij echt iets compleet anders. Ik denk dat gourmet wel een beetje heel een traditie van heel Nederland is. Maar goed. Laat me weten wat voor tradities jullie hebben. Vind ik leuk om te lezen. Ja, cadeautje. Dante, wat is dit zo? Oh, moet hij weer dicht? Wat is dat? Hey. Oh. De kleine walvis. Ja, je oma heeft voorlezen, maar een aanwijzing hiervoor. Oh, heb je. Nou, dan moet oma maar gaan voorlezen. Dan je kijken hoe dat is schimmel ging. Ook thuis de kleine walvis. Oh, ik wil zeggen boek. Voorzichtig. Doe maar boekje weer dicht. Oh, moet hij weer dicht? Ik denk dat hij. Het is ook een liedje. Thuis de kleine vis op het strand van Montevideo. Nu moet Dante cadeautje pakken. Oké. Dat is Dante.